Herodotus, boek 5, paragraaf 92, Delta. Socles vertelt over de geboorte van de Korinthische tiran Kypselos. Hij is gered doordat zijn moeder hem in een kist verstopte toen 10 de Bacchiade kwamen om hem te doden. En dit is een reconstructie van de kist waarover Pausanias vertelt dat hij in Olympia is. Socles vertelt het vooral om aan te tonen dat tirannie vermeden moet worden als de Spartanen een tiran in Athene willen installeren. Bij deze zin is de structuur belangrijk, begint namelijk met twee participia. En deze twee participia horen bij autoisi, dat weer op zijn beurt een aanvulling is bij het werkwoord efainato, onderdeel van de bijzin die begint met hos begint. Hos is hier gebruikt met een indicativus efainato en betekent dan toen. Toen efainato verscheen, ook niet aan te vullen natuurlijk lijn voorwerp het kindje, autoisi aan hen. Bij hen staan die twee participia, es eltousi, een dativus meervoud, aoristus van eis ergomoi, nadat zij binnenkwamen, kai en die zemenoisi is participium proisens, terwijl zij zochten. Dus nadat zij binnen waren gekomen, terwijl zij aan het zoeken waren, verscheen het kindje niet aan hen. Nou, en dan de hoofdzin, edoke van dokeo, schijnen, het scheen het hen goed, autoisi moet je aanvullen aan hen. Zij besloten en ze besluiten twee dingen. Ab al as setoi, zij besloten weg te gaan, kai legein en te zeggen. Dan volgt eerst tegen wie zij het zeggen, dat is pros met een accusativus tegen de toes. Apopempsantas. En hier hebben we te maken met een gesubstantiveerd participium aoristus, duidelijk zichtbaar door de alfa, tegen de weggezonden hebbende, tegen degene die hen hadden weggezonden. En wat zij zeggen staat met hos. Hos is hier na een werkwoord van zeggen en vertaal je met dat. En in deze zin volgt er een optativus vorm. Duidelijk te herkennen aan eian, een van de kenmerken van de optatives is dat er ei of ai of oi tussen de stam en de uitgang komt. En hier is er een optatives gebruikt omdat in de hoofdzin een verleden tijd staat. De hoofdzin heeft edokeje, een imperfecte vorm, en dan is er sprake van een optativus obliquus bij hottihoofd, bij zinnen na werkwoorden van zeggen, menen en denken. In dit geval hebben we deze optie. En ze zeiden tegen degene die hen hadden weggestuurd dat poiesan zij hadden gedaan, panta, alles. Ta leidt vervolgens een betrekkelijke bijzin in. Zij hadden gedaan. Ta. Antecedent van ta is het panta dat ervoor staat, alles wat ekainoi zei en etailanto. Ook hier zie je weer de alfa kenmerk van de aoristus. Een derde persoon meervoud wat zij hadden opgedragen. En dan heb je dus het ekainoi uit deze zin is gelijk aan de tous apopempsantas uit de vorige zin. Dan volgt hoimen. En dan weten we dat er een tegenstelling komt. Zij weliswaar, ab eltontes, participium aoristus, nadat zij waren teruggekeerd, elegon tauta, vertelden zij tauta deze dingen. Dat is dus het plan dat zij alles hadden gedaan wat ze hadden gezegd. En dan volgt de, maar. Eetion de, maar voor eetion metatauta, daarna vaste uitdrukking. Hopois, het kind, huixanetol, een imperfectum van uixanomai, opgroeien, groeide het kind op. En, hoi, hoi is weer autoi, aan hem, en daarbij staat een participia dia fugonti, participium aoristus, ontsnapt zijnd, maar omdat hij aan gevaar was ontsnapt, maar aan hem, omdat hij was ontsnapt, toetonton kindu non, aan dat gevaar. En dan apo
Eponymien is plus een genitivus als een verwijzing. En de verwijzing is tes cupsules, staat in de genitivus als verwijzing naar de kist. Unoma is gelijk aan onoma, de naam etete. Een aor is dus passief, werd gegeven van titemi. En aan hem, deze dativus, is afhankelijk van de aoristus passief. Het werkwoord werd gegeven, onoma, de naam kypsilos. En daarbij staan dus twee als verwijzing naar de kist. En aan hem, omdat hij aan het gevaar was, ontsnapt.